Goeiedag en zeer welkom bij Het Gesprek. We gaan het hebben over de VRT, de publieke omroep. Iets meer dan een jaar geleden escaleerde een al lang sluimerend conflict aan de top. Het leidde uiteindelijk tot het ontslag van de nummer 1 en 2 van het bedrijf, CEO Paul Lembrechts en directeur media en productie Peter Klaas. Wat volgde was een audit van de Vlaamse overheid, een controle. En daaruit blijkt dat de VRT onzorgvuldig zou omgaan met de overheidsmiddelen, u en mijn belastinggeld. Dat er presentatoren schermgezichten zijn die wel bijzonder veel verdienen met exclusiviteitscontracten. En dat er een gebrek is aan integriteit. Dat roept natuurlijk veel vragen op, ook hier in het parlement, net wanneer we hier in de laatste rechte lijn zitten. Naar een nieuwe beheersovereenkomst. Dat legt de opdracht, de structuur, de werking, het budget van de omroep vast voor de komende 5 jaar. Bij ons in de studio nu de voorzitter van de Commissie Media in het Vlaams Parlement, Elisabeth Meuleman van Groen. Goeiedag. Goedemorgen. Goeiedag, mevrouw Meuleman. Laatste feit in dit verhaal is dat het Brussels parket een onderzoek is gestart. Maar ook deze week dat uw partij, dat u een onderzoekscommissie vraagt in het parlement. Naar in het bijzonder de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur, Luc van den Branden. Ja, inderdaad. Wat ons betreft ligt zeker niet alles op tafel op dit moment. De feiten zijn bijzonder ernstig. Dat toont ook het feit dat er een opsporingsonderzoek is gestart door het parket. Dat wil toch wel zeggen dat er vermoedens zijn dat er veel aan de hand is. Dat hebben we ook gezien uit onder andere het forensisch auditrapport dat Vlaanderen zelf heeft uitgevoerd. Daar is echt sprake van grove wantoestanden, misbruik van overheidsgeld, vriendendiensten, exclusiviteitscontracten die de pan uitswingen. En dat kan natuurlijk niet bij een openbare omroep. Dus voor ons moeten alle documenten op tafel. Dat is op dit moment nog niet het geval. Er is geen volledige transparantie. En er moet ook gekeken worden naar alle verantwoordelijken in dit dossier. En ook de politieke verantwoordelijkheid is bijzonder belangrijk. En dan vinden we dat de voorzitter van de Raad van Bestuur, Luc van den Branden, absoluut niet transparant is geweest naar zijn Raad van Bestuur toe. Informatie heeft achtergehouden, cruciale informatie. En dat kan voor ons niet. Daarom moeten wij dat eerst verder onderzoeken voor de bladzijde kan omgeslagen worden en voor we opnieuw vooruit kunnen met die openbare omroep. Ik ga beginnen bij dat laatste, over dat mogelijk achterhouden van bezwarende informatie over directeur Peter Klaas dan door voorzitter van de Raad van Bestuur Luc van den Branden. Daarover zegt hij of zegt de meerderheid, de informatie waar het hier over gaat, dat was intern operationele informatie, ook over het functioneren van bepaalde figuren. Het was niet aan een Raad van Bestuur om zich daarmee bezig te houden. Hij mocht eigenlijk die info niet doorgeven, klinkt het. Ja, dat is heel procedureel gespeeld en dat klopt helemaal niet. Dat is informatie die inderdaad in die besloten commissie naar boven is gekomen. Dat was een verdedigingslijn van meneer Van den Branden. Maar het is de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de aanstelling en het ontslag van mensen uit het directiecomité. Dus zij hadden in volle kennis moeten zijn van al die informatie. En dat is niet gebeurd. Dus dat is inderdaad een van de elementen. Er zijn documenten tot bij mij gekomen, de zogenaamde Meuleman-files noemt men ze in de commissie, waar echt heel veel bezwarend materiaal in stond. De voorzitter van de Raad van Bestuur was daarvan op de hoogte. Hij heeft die niet willen overwegen, omdat hij zei, die zijn via de directieleden tot bij mij gekomen en niet via de directeur. Maar dat is puur procedureel spelletje dat hij daar speelt om niet transparant te zijn. Dus u zegt los van wie het nu kwam, die kennis, die informatie is er. En zwart dat het niet via de CEO dan was, zoals het hoort. Ja. De info is er wel. Was het in één document via de CEO tot bij hem gekomen, dan had het naar de Raad van Bestuur kunnen gaan. Anders niet. Maar als er zo'n grote problemen zijn, zo'n wantoestanden, dan ga je niet, en los van het feit of het juridisch klopt of niet, zo'n spel gaan spelen. Dan neem je verantwoordelijkheid en dan stel je de juiste handelingen en dat is niet gebeurd. Ja. Wat u ook aanhaalde in uw opsommingen, dat is iets wat natuurlijk in het oog springt. Dat gaat dan over de vergoeding, de contracten van bepaalde schermgezichten. Het zou voor 20-tal mensen zijn, ook stemmen gespreid over de 3 televisiezenders en de 5 radiozenders. Dat spreekt wel tot de verbeelding natuurlijk. Dit zijn bekende figuren die ook ambassadeurs zijn van het huis. Ja goed, als u dat las, want u mag daar niets over vertellen, maar als u die audit las, dat is geheim. Was het echt veel? Bent u geschrokken?
Daar staan geen cijfers in, maar wat er wel in staat, en dat is al in de kranten verschenen, is dat men de wetgeving probeerde te omzeilen door die schermgezichten te betalen, maar daarnaast ze ook zogezegd consultancy-opdrachten bij Comet te laten doen en ze daarvoor te vergoeden, nog een royale onkostenvergoeding te geven en dit allemaal op te splitsen om te verdoezelen wat ze echt verdienen. En zo'n zaken, dat kan natuurlijk niet door de beugel. Dat is het moedwillig misleiden van onder andere die mensen die moeten toezien op waar het geld aan besteed wordt. Ja, want uiteindelijk... Dat zijn grove fouten. En daarmee vertel ik niks nieuws, want dit heeft allemaal in de pers gestaan. Ik neem aan dat wat daar in die kranten staat toch wel correct is. Want wat dan mag uitgezocht worden is ja, een contract dat de opdracht duidelijk omschrijft, een presentatieopdracht tot daartoe, maar consultancy, dat is geweten, ja, dat kan over alles gaan. Hè. Dat is wel zeer aan. Voilà. Ja, en wat ons betreft, die VRT, we hebben absoluut nood aan een sterke VRT en we staan aan de vooravond van een nieuwe beheersovereenkomst. Hè. Ja. Maar wat je ziet, is dat de mensen op de werkvloer zich dubbel plooien. De VRT heeft 2000 medewerkers op de nieuwsdienst. Daar waar informatie moet vergaard worden, heeft men te weinig volk om het werk rond te krijgen. En langs de andere kant gooit men dan een stukje van die middelen door de ramen naar buiten, door die exclusiviteitscontracten met die productiehuizen enzovoort. Dat is het verkeerd besteden van dat overheidsgeld. En ik denk niet dat er te veel geld naar de VRT gaat, maar dat het anders moet ingezet worden. En ook dat moet het voorwerp zijn van die onderzoekscommissie. Omdat we recht hebben op correcte informatie, een sterke openbare omroep die ons goed informeert, die aan fact-checking doet. En die opdracht moeten ze kunnen vervullen. En dan moeten die centen op de juiste manier besteed worden. Er is het plan om in die nakende beheersovereenkomst meer transparantie te scheppen rond die verloningen. Het zal dan gaan om een globaal cijfer waar we dan zicht op hebben, niet per contract of per werknemer. Volstaat dat? Ja, ik vind dat een goede zaak. Hè. Ik vind niet dat we alles. De VRT werkt natuurlijk ook in een concurrentiële omgeving en moet optornen tegen andere zenders en heeft ook nood aan schermgezichten die mensen tot bij de VRT brengen en ze via die weg dan naar het nieuws ook sturen. Dus ik denk dat de VRT ook moet kunnen meedoen in een concurrentiële omgeving, maar daar mag best wat transparantie over komen, daar moet transparantie over komen en de regeling die er nu in staat, denk ik, is een goede oplossing. Maar goed, of die er zo staat, dat weten we niet. Dat weet ik ook enkel uit de kranten, want we hebben nog geen beheersovereenkomst gezien in het parlement, terwijl dat die moet ingaan 1 januari 2021. Dus ook dat, er is nog geen zicht op een financieel plaatje, nog geen zicht, buiten wat we lezen in de kranten, op die beheersovereenkomst en volgende maand moet die ingaan. Dus ook dat is weinig transparant naar het parlement toe. Ja, we lezen het eigenlijk al wat in de kranten, terwijl... Zo gaat dat tegenwoordig. In de kranten staat bijvoorbeeld ook iets heel anders over die beheersovereenkomst. Dan kijken we even naar de toekomst in een eens te meer gedigitaliseerd of digitaliserend medialandschap. Online zou 55% van de content die de VRT aanbiedt video en geluid moeten zijn, de core business dan. Nog iets meer dan de helft tekst, long reads, vindt u dat een goede verhouding? Ja, ik denk dat je moeilijk een onderscheid kan maken deze dagen tussen verschillende media. Alles loopt door elkaar. Je ziet dat het laatste nieuws in de website daar ook filmpjes brengt. En omgekeerd moet je dingen kunnen lezen op de website van de VRT die iets dieper gaan. Dus om dat strikte onderscheid te maken is bijzonder moeilijk. Ik denk dat we daar verstandig moeten mee omgaan. Maar de VRT ook niet in een keurslijf mogen duwen die hen klein zou maken. Nog een elementje. Ik maak een concrete vergelijking. Pakweg een jaar geleden was er voor de kijker de serie De 12. De 12, die kon je van meet af aan helemaal gratis binge-watchen. Voor sommigen een hobby. Op VRT Nu, gratis platform. Vandaag hebben we Blackout, de nieuwe zondagavondfictie. Daarvan krijg je een eerste aflevering te zien en kan je het vervolg bekijken op het betalend platform Streams. €11,95 per maand, dacht ik. Dit is een, het zal niet altijd zo verlopen, maar dat zijn twee andere modellen. Ja. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, met die streams, kijk, daar is het kijk- en luistergeld terug. Hè? Ja, wij vinden ook wel, daar is al voor betaald, via de belastingen voor die series. Ja, dus om want de VRT betaalt grotendeels de productie van die fictie, die op streams dan wordt verkocht.
Het is belangrijk dat VRT meestapt in streams, dat hebben wij ook altijd gezegd. Maar langs de andere kant moeten daar zeker limieten komen op wat betalend zal zijn en wat je niet op VRT Nu kan kijken. Eigenlijk zou alles vrij beschikbaar moeten zijn op VRT Nu en moet VRT Nu naast streams blijven bestaan op dezelfde manier wat ons betreft, omdat je de kijker geen twee keer kan laten betalen voor dezelfde serie via de belastingen en dan nog eens via het platform. Die mening zijn wij toegedaan. Ja, laatste vraagje. Dit verhaal begon bij Strubbelingen aan de top. Ondertussen is er een nieuwe kapitein, Frederik de Laplace, vroeger directeur van Mediafin. Wat vindt u van zijn casting en tot nog toe zijn optreden? Hij reageerde ook snel op die audit en dergelijke. Ja, en hij veroordeelde alle wantoestanden. Hij zei ook heel kordaat dat het daarmee moest gedaan zijn. Hij is bereid om een aantal aanbevelingen, of alle aanbevelingen uit het forensisch rapport op te nemen om inderdaad die financiële wantoestanden op te kuisen. Dus ik heb zeer veel vertrouwen in die nieuwe CEO. Maar we gaan toch moeten zorgen, en vandaar ook die vraag naar die onderzoekscommissie, dat alles boven is gekomen om ervoor te zorgen dat alles dan netjes opgekuist kan worden. We hebben indicaties dat het niet alleen bij media en productie was waar er zaken fout liepen, dat ook bij andere diensten het geval was. Welke? De forensische audit zegt zelf ook dat er verder onderzoek nodig is. Welke diensten dan? Wel, ik denk bijvoorbeeld dat het misschien nodig is om ook naar de sportcontracten die te gaan bekijken, om te kijken of daar alles vlot is gelopen. Dus dan? Er zit nog veel onder de radar en dat moet naar boven komen zodanig dat die CEO zijn werk goed kan doen. Inderdaad, en we willen hem alle vertrouwen en alle kansen geven. Ja. Over sport bedoelt u de sportevenementen, de contracten met clubs? Ja, ik denk dat daar ook dat een onderzoek nodig is. Ik wil geen verdenkingen werpen, maar ik geef maar een voorbeeld. Maar ik denk dat er toch wel ook in andere diensten nog wel problemen waren die hopelijk opgekuist zijn of zullen worden. Maar ik denk dat we daar inzicht en transparantie in moeten hebben. Ja, dat is zeer duidelijk. Bedankt, voorzitter van de commissie Media, Elisabeth Meuleman van Groen. Zeer bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.